Uit onderzoek is gebleken dat het slecht gesteld is met de taalbeheersing van VMBO'ers. En dus zijn we in zomaar een VMBO-school in Amsterdam-West. Jullie kunnen de taal niet goed, heb ik gehoord. We kennen taal heel goed. Heel goed? Ja. Geen probleem? Nee. Wat is het eigenlijk voor soort school waar we nu zijn? Een kutschool. VMBO-kankerschool! Oh, zo'n school. Zo'n school. Ja, gezellig. Nou, er komen wat woorden hier. We zijn slecht in taal, heb ik gehoord. Niet waar. Ben jij goed in Nederlands? Ja, heel goed. Wat betekent arbeidsvreugde? Ik weet niet. Nee, je hebt toch een woordenboek? Sorry? Je hebt toch een woordenboek? En dan zoek je gewoon alles op? Ja. Maar het mag wel, hoor. Maar dan onthoud je het dan niet? Ja, je onthoudt het wel. Snappen jullie de examens? Ja, natuurlijk. Snap je dat? Ja. School is naar de kloten. Jawel, gaat wel, hoor. Het zijn niet dat we allemaal zoals hem zijn. Bovendien komt dat in achterstandswijk. Was er maar een Nederlander op ons school, zwarte school hier al, man. Maak ons dood. Jij zou willen dat er een Nederlander. Kom eens hier. Jij zou willen dat er een Nederlander op school was? Niet dat ik het wil. Nee, maar er is geen Nederlander hier al. Ik ben bang of zo. Bouw je daarvan? Huh? Dan zou je beter Nederlands kunnen misschien. Nee, niet meer. Homo. Homo? Ben jij? En wegrennen. Wat een druktemakers zijn dit. Kunt u eerst even zeggen wie u bent? Ik ben Rutger. Van? Geen stijl. Oké, leuk. En wat gaat hiermee gebeuren? Wij maken een filmpje over het VMBO dat slecht in de taal zou zijn. Nou, ik geef zelf Nederlands. Dat betekent gewoon dat we heel hard bezig zijn om met alle moderne middelen om dat juist op te krikken. Dus u ziet geen problemen? Natuurlijk zijn er problemen, maar daar heb je juist meer tijd voor nodig om dat aan te pakken. Een probleem is om op te lossen. Wat betekent kritisch dan? Weet ik veel. Ja, ik ken niet alles, dat zeg ik net nog. Weet jij dat, wat kritisch betekent? Nee. Weet je niet? Doe normaal. Jij? Kritiek. Kritisch. Nee, man. Hoe komt dat je dat niet weet? Omdat ik het niet hoef te weten. Kritisch. Ja, het is je mening over iets, ja, zoiets. Je bent negatief. Ja, negatief, ja, zoiets, ja. Etcetera, wat betekent dat? Elektronische apparaten. En nog meer dingen. Of bijvoorbeeld mp3, telefoon. Etcetera. Etcetera betekent elektronische apparaten. Heel goed. Vindt u het niet soms zorgwekkend dat kinderen woorden als etcetera bijvoorbeeld niet kennen? Ja, en dat betekent dat het punt begint eigenlijk al op de basisschool. Ik bedoel, ik lees natuurlijk ook de krant. Het begint van jongs af aan. Dus al die inspanningen, en dat heeft ook integratie tot gevolg. Is het heel belangrijk dat je al op de basisschool begint om dit op te bouwen. Maar dit moet je natuurlijk wel over een langdurige tijd bezien. En niet alleen maar over even een jaartje of zo. Et cetera betekent enzovoort. Enzovoort. Cookie dough, cookie day, on papier, Marie, olé.